Voor een of ander kinderprogramma heeft Tim den Besten een tv-interview gehouden met niemand minder dan koning Willem-Alexander. De presentator werd op het paleis uitgenodigd, maar verscheen daar niet in een colbertje. Hij zag er redelijk casual uit met een polootje en een paar sneakers. Antoinette Schulderman vindt het niet netjes van Tim. De journaliste, miljonairsvrouw en vriendin van Linda de Mol sprak hem er gisteravond op aan in de talkshow van Eva Jinek. Ik was alleen benieuwd waarom jij zo casual gekleed naar de koning ging. Tim, ja, ik weet niet zo goed hoe ik. Ik heb er wel over nagedacht, want die polo heb ik gekocht bij de Bijenkorf. Of bij een andere. De VDO, dat is heel lang geleden. Ik heb ook mijn rode sokjes leuk. Eva Jinek, dit was wat jou betreft gekleed? Antoinette Pinnig, dit vind jij gekleed? Maar jij hebt een spijkerbroek aan. Tim, nee, dit is een corduroy. Antoinette, oh, dat is een corduroy, oké. Tim, een ribbroek. Maar ik heb er wel over nagedacht en ik dacht ook een beetje. Sowieso maak ik een kinderprogramma en ik zou gewoon zo naar de koning gaan. Ik vind dat ik er netjes uitzie. Waarom zou ik ineens in een driedelig pak of rockkostuum komen? Dan voel ik me ook een beetje opgelaten en daar word ik niet beter van. Antoinette is ook wel eens op het paleis geweest, namelijk tijdens de zogeheten uitblinkerslunch. Tim, wat had jij aan? Zij daarop, daarom denk ik eraan. Toen was hij nog kroonprins. Maar toen heb ik echt heel nette kleding aangetrokken. Ik kleed me wel naar degene die ik interview en ik vind iemand. Het is toch de koning. In elk geval, ik had toen gekozen om me wat netjes aan te kleden. Antoinette blunderde flink tijdens die lunch. Ik zat aan tafel bij Maxima en toen vroeg ik op een gegeven moment aan haar welke tijdschriften ze las. Dat was kennelijk een impertinente vraag. Ik weet niet hoe het erop kwam, want het is 10 jaar geleden, maar ik vroeg het rechtstreeks en ik merkte ook dat het niet een heel goede vraag was. Ze vervolgt, ik voelde me een beetje opgelaten. Ze maakte duidelijk dat dat een vraag was die je niet stelde aan haar. Het was in elk geval zo duidelijk dat ik voelde dat ik een beetje rood werd, dat het een beetje gênant was eigenlijk. Tim gevat, dat heb ik dan weer niet gedaan bij de koning. Antoinette Bitchy, nee, jij hebt geen gênante vraag gesteld. Ik zag er dan wel chic uit. Eva lachend, hahaha. Niet zo zuur jongens. Het is vrijdagavond, doe even lief.